Iedereen aan de kant, want hier kom ik. En ik zoek alleen maar rond voedsel. En dat is nog best lastig. Want welke dingen zijn nou rond in de supermarkt? Daar gaan we. Vandaag zie je mij in de supermarkt. Hoi, ik ga boodschappen doen. Want ik ga 1 dag alleen maar rond voedsel eten. En het begint meteen goed bij de aardappeltjes. En deze zijn rond. Fruit is even rond neuzen. Dit is niet rond. Hé, maar deze wel. Lekkere druifjes. Vlees. Lastig. Dit is niet rond, dus dat koop ik niet. En deze worst ook niet. Het is nog lastiger dan ik dacht. Oh, lekkere hamburgers. Die zijn rond. Worst. Er zijn heel veel ronde plakjes. En ik neem deze. Lekker zeg. Oh kijk, appels. Die zijn ook rond. Eerst even een zakje pakken en dan de appeltjes erin. Daarna weeg ik ze en druk ik op de bon. Klaar! En we scheuren weer verder. Hé, wat zie ik daar nou? Wat voor rond kun je 's ochtends eten? Ik zie het. Beschuit. Top! En wat zal ik erop doen dan? Zoveel lekkere dingen, maar wat is nou rond? Oh, deze! Chocopasta. Super lekker! En dan nu een broodje. Een keizerbroodje om precies te zijn. En ik race weer verder door de winkel. Oh ja, welke groente is eigenlijk rond? Ik zie zoveel verschillende. Maar ronde groente, zie jij het? Ja, gevonden. Doperwtjes. Lekker hoor. Nog even verder zoeken naar iets lekkers. Koekjes. Deze zijn super lekker en rond. Oh, en deze natuurlijk. Mijn lievelings. Het laatste stukje. Op zoek naar snoep. Dit is weer een lastig hoor. Ronde snoepjes. Ja, deze. Skittles. En die lust ik ook nog. Hup, naar de kassa. En ik leg alle ronde dingen op de band. Zo snel als ik kan.
En daarna zet ik het bordje erachter. Ik pak alles weer in en ik race meteen naar huis. Eens kijken welke ronde dingen ik ook weer gekocht heb. Voor het ontbijt heb ik dit gevonden. Lekkere beschuitjes en chocopasta. Voor de lunch heb ik ook eten gevonden. Een keizerbroodje en plakjes worst. Allebei rond en allebei erg lekker. Met het avondeten heb ik echt geluk. Al mijn lievelingseten is namelijk rond. Aardappeltjes, hamburgers en dopertjes. En dan de tussendoortjes nog. Eerst de gezonde. Super lekkere appels en druiven zonder pitjes. Lekker! En dan de ongezonde tussendoortjes. Koekjes, Skittles en nog meer koekjes. Ik vind deze challenge super geslaagd. Al het voedsel is rond en alles is nog lekker ook. Tot de volgende keer, doei doei! Dat was een leuke challenge. Kies hier nog maar een andere leuke video hoor. En wat vet dat je al abonnee bent. Thanks. Tot snel. En dag groetjes aan iedereen. Doei doei.